Goedemorgen, beste vrienden. Het wordt al een beetje kouder, hè? Het is zo weer, ja, we gaan weer richting de winter. En mijn stem die begint er zelfs rond te piepen. Wat vind jij ervan dat het zo frisjes wordt? Niet leuk, hè, Jules? Nee. Lig je een beetje op je gemak hier? Ja, dat is flinks, hè? Hoesje. Mama komt aangewandeld met een beetje melk. Ja, ook nog een reservepotje. Ook nog helemaal afgekolfd daarnet. Heel blij mee. Zeg, Merry Christmas, hè? Ja, Merry Christmas en een Happy New Year. Dat is misschien wel een beetje te vroeg, hoor. Oké, het begint wat frisser te worden terug, maar... Het is eigenlijk wel eigenlijk een super, super dunne pyjama. Dus eigenlijk vind ik hem prettig voor nu en voor de winter is hij eigenlijk te koud. Het is een heel dun stofje, maar dus ja... Trouwens, onze Julie die heeft eigenlijk vannacht super goed geslapen. Echt, we zijn er zo blij mee. Hij heeft eigenlijk slaap van 10:30 tot met 4 uur. En van 4:45 tot met vanmorgen 7:30. Ja, en nu wordt hij wakker. Nu wordt hij wakker. Goedemorgen. Want nu heeft hij weer een flesje, hè? Nu, oei. Heb je ook geen toetje? Zo. Huppakee. Oh. Waarom zet ze toch ook altijd in een... Oh, zo dichtbij bij het stuur. Dat is Jolien. Als Jolien met een auto gereden. Oh. Gisteren heeft Jolien nog even met de auto gereden. Ze is bij haar mama geweest. Ik ben thuis gebleven omdat ik dus een verkoudheid heb. Nog altijd. En nu zitten we in de auto. We moeten weer door. Yes. Waar moeten we nu weer naartoe allemaal? Pakketjes ophalen, pakketjes versturen. Ja. Ook nog in de babywinkel. En toen zijn ook nog de Action. Ah, we hebben een horloge vergeten. Ja. Oei, ja. Nog iets anders. Ook kruidvat. Kruidvat ook nog voor babyluiers, voor een huwelijke. Ja. En ook nog die plaat wegbrengen. We hebben een plaat, zo'n presentatieplaat, waar dat onze doopsuiker op stond. Ja. En de winkel heeft de plaat nodig voor een nieuwe, ja, nieuwe mama, die waarschijnlijk ook doopsuiker heeft besteld. Dus, dus ja, we hebben het eventjes gebruikt. Ja. Redelijk wat te doen dus. Let's op pad! Daar is Jolien uit de babywinkel. Ze heeft heel veel mee. Wat is dat allemaal, zeg? Wat heb jij allemaal mee? Je krijgt het. Wat heb jij allemaal mee, jong? Veel, hè? Heel veel. Ja. Wat heb je allemaal mee? Ik heb ook nog zwemluiers voor onze Jules mee. Ja? Ik heb ook nog een babynestje mee om cadeau te geven aan mijn broer, die binnenkort ook een babytje gaat krijgen. Ik heb ook nog de borstkolf mee. Ook nog een nieuwe borstkolf. Een tweede. En ik heb ook nog... ook nog iets mee, ook nog wat daar op onze lijst stond, een sensory speelmap. Ah ja. Dus ja, cool. Ja, allemaal toffe dingen. Ja. We zijn gestopt om nog eventjes te wandelen hier in het park, in de stad. Weer vandaag, hè. Dus klein Juleke is blij dat hij zijn mooie wandeling mag maken. Amai, hè. Hoor dat eens, hoor dat eens af. Oh, dacht ik was ik lekker aan het slapen. Jullie maken mij wakker. Dan in het stadspark van Turnhout. Het leuke aan dit park is, het heeft miniatuurtreintjes. En dan niet van die speelgoedtreintjes, nee, echt van die werkende miniatuurtreintjes waar je effectief op kan zitten. Het wordt ook echt gedaan. En heeft verschillende sporen, verschillende perrons, heeft een stationsgebouw, heeft een brug waarover dat hij rijdt, ja, en zo verder en zo door. Heeft zelf een overslagweg, waar het zo gaat knippen. Yes. Het wordt echt door de spoorvrienden of zo, hè, dat is dan de hobbyclub, ja, die dat hier volledig onderhoudt, op vrijwillige basis, allemaal beheert. Voor hobby weet ik niet, volgens mij is dat gewoon... Iets vanuit de gemeente. Nee, het is echt zo van een hobbyclub, ja. Ja, moet straks maar eens kijken. Kijk, dat is bijvoorbeeld een overweg dat ze hier gemaakt hebben. Het ziet er natuurlijk wel heel erg mooi uit. Het enige nadeel is dat het niet elke dag, zoals bijvoorbeeld vandaag is het ook weer niet. Ik heb dat eigenlijk nog maar één keer. Jawel, één keer. Eén keer heb ik zo'n treintje zien passeren. Ja. Maar het is heel sporadisch dat ze zo de treintje laten uitrijden. Ja, toen waren het echt een stadsparkfeest. Normaal is dat denk ik misschien op zondagen of zo. Zondagen of zo, denk ik. Ja, dus er liggen hier eigenlijk heel veel mooie rails. Het is ook prachtig onderhouden. Maar het
het wordt eigenlijk bijna nooit gebruikt, jammer genoeg. Zo toeristisch zou het eigenlijk heel erg goed kunnen uitgebuit worden, hè. Ja. Maar ja, het gebeurt niet. Kijk, en dan hier zie je het station. Ja. Al die rails die hier liggen. Hier zelfs een spoor dat gaat naar zo'n heel groot wisselstuk, waar je dus eigenlijk alle treintjes kan opslaan en transporteren. Kijk, ze staan hier ook niet. Je kan dus hier perfect een trein opzetten, laten draaien en eventjes opstallen door dit systeem eigenlijk. Heel handig. Ja, en hier heb je dus het station, hè, met een klok natuurlijk en het aantal sporen. Je ziet het, spoor 1, 2, 3 en 4. Vier sporen. En dan hier zie je de stalling van de treinen. Achter die luikjes zitten ze. Het wordt dus beheerd door de stoomgroep Turnhout VZW. Voilà, dan weten we dat nu ook weer. En de treintjes rijden elke zaterdag, zondag en feestdag. Het is wel de realisaties dat ik denk van ja, kijk, dat maakt nu eens echt wel een verschil. In een groot stadspark als dit is dit natuurlijk wel een enorme verrijking op de belevenis die je hier kan hebben. Hè. Dat is zaterdag en zondag. Ah ja, kijk, ja. Bij deze weten we dat ook weer aan. Wanneer dat we normaal gezien anders aan het werk zijn. Ja. Ja, maar misschien moeten we maar nog een keer komen. Hè. Ja. Het is tot eind september, heb ik ook nog gelezen. Dus, zo zien we het nog met passen als agenda. Ja, wie weet. Niet alleen treinen, maar ook dieren zijn hier te zien. Zoals hier, twee ezels die daar lopen, die daar staan. Ik zag hier net ook nog een bok. Het is wel een bok, hè? Een ram. Ik weet het niet. Wat is het verschil? Geen idee. Ram of bok? Hier zit er eentje, zien jullie wel. Het is wel precies eigenlijk. Nee. Ja. Hé, daar. Nog een ootje op. Ik heb niks, hè. Witte duifjes. Ja, beestjes. In Turnhout. Vindt jullie het ook mooi? Nee. En slaap. Vindt zijn slaapje weer belangrijker? Hij schaapjes aan te tellen in zijn slaap. Ah ja. Kijk daar van die twee jonkies. Hopsa. Aan het spelen of aan het vechten? De spierballen laten zien. Hè? Handjes terug. Ja. Ja, het gaat er hevig aan toe. Ze vechten voor het vrouwtje. Ja, kijk maar. Voilà, de witte met zwart wint. Oei, en nu wordt er gevochten voor het weer voor het vrouwtje. En hertjes liggen gewoon in het gras. Gezellig. Samen. Ontspannen. Even uitrusten op een bankje. Vermoeiend, hè? Dat wandelen. Met mama op schoot. Vermoeiend, hè, dat wandelen. Gezellig. Ja, ja. Ik ben nu de flesjes van onze Jules aan het terugstoppen, want we hebben net onze Jules een flesje gegeven, als ook een nieuwe luier. Ja. Want hij had daar net een volle luier en dat vonden we zo heel erg onprettig voor hem. En we maar eventjes een nieuwe luier. Ja, hier op het bankje, van Turnhout is zij hier verschoond geweest. Maar we hebben het al wat proper achtergelaten, ja, al zeg ik het zelf. Het bankje is misschien wat properder dan toen wij er eerst nog gingen aan opzetten. Ja, ja, dat is waar. Ja. We hebben het allemaal proper achtergelaten. Dat is dan grappig, want dan hadden we net eigenlijk dus een volledige luier schoongemaakt. Dus ja, de Julie helemaal schoongemaakt, dat wil zeggen. Hadden we juist dus eigenlijk een nieuwe luier aangedaan. En wat doet hij dan? Verlast hij. Ja, dus is dat weer een nieuwe luier. Zo gaat dus, dat. Ja. Maar ja, hij voelt zich al pakken beter nu. En ik vind dat zelf ook wel altijd een opgelucht gevoel geven als Jules zo een grote boodschap heeft eigenlijk. Dat wij hadden vorige keer ook al een keertje gezegd. Ja. Maar geeft dat is jezelf gewoon, ook een opgelucht. Ja, je moet ook wel weten, als je dat Jules borstvoeding krijgt, maakt hij dat maar 1 à 2 keer in de week maar eigenlijk een grote boodschap. Nou, dat is trouwens super, super normaal, zegt onze huisdokter. Als je borstvoeding geeft, is dat maar zo weinig. Sommige baby's zelfs nog minder. Dus valt nog mee. Hij doet het goed. Hij doet heel goed, ja. Ik heb het ook allemaal de ruis nog gezien hoe goed dat hij het allemaal doet. Dus hij doet het goed. Hij vindt het hele lekkere borstvoeding, denk ik. Echt ook. Dat het leuk was in het park. Echt waar. Een goede wandeling. Dat is altijd genieten. En Jules die is nu ook weer lekker verder aan het tutten. Ik denk dat het wel weer mooi is geweest. Bedankt om te kijken en tot morgen.